Als jij daten, relaties en de liefde beter wil begrijpen, dan is dit de perfecte video voor je. Woehoe! Ja ja, er is inderdaad genoeg reden om enthousiast te zijn. In deze video geef ik je mijn top 5 boeken over liefde. En uit elk boek het grootste inzicht, zodat je direct na het kijken van deze video als stukken wijzer bent. Ja, een top 5 boeken. Dat had je waarschijnlijk niet verwacht na de weinig onthullende titel. Maar de grote vraag is natuurlijk waarom ik dit allemaal doe. Nou, ik doe dit allemaal voor Sanne, de dame die ik niet ken, maar die besloot mij over het internet het e-mailtje te sturen met de volgende vraag. Hey Matthijs, heb je misschien een lijstje met wat interessante boeken? Ik werd nieuwsgierig naar je laatste mail. Groetjes Sanne. Om deze video te beginnen geef ik je direct al een bonusboek, namelijk mijn e-book waarin ik vertel over de drie schakels in het mannenbrein. Dit geeft je gelijk een kickstart om jouw liefdesleven te transformeren, mannen beter te begrijpen, jezelf veel zelfverzekerder te gaan voelen, hogere eigenwaarden te kweken, zodat je jouw liefdesleven de beste kans geeft om prachtig te worden. Het e-book download je heel simpel hier. Door hier te klikken, hoef je alleen maar je e-mailadres in te vullen en dan stuur ik dat gratis naar je toe. En je komt dan ook direct, als je nu op deze, mail, of op deze link klikt en je e-mailadres invult, op de mailinglijst terecht. Waar Sanne ook naar refereerde. En dan krijg je elke week mijn meest praktische tips en diepe inzichten over liefde, mannen, daten, relaties, eigenwaarde, zelfvertrouwen, noem maar op. Zodat jij dat liefdesleven gaat creëren waar je zo naar verlangt. Dan de top 5 boeken die ik je in deze video geef. Ik zou heel graag willen dat de informatie die in deze boeken staat ons geleerd zou worden op de middelbare school. Zodat we in een van de belangrijkste gebieden van ons leven. Namelijk de relaties die we aangaan. Niet alleen met een romantische partner, maar ook met onze familie, met onze vrienden, kennissen, collega's, noem allemaal maar op. Zodat we daar de beste inzichten hebben die ons daadwerkelijk zover brengen dat we die relaties kunnen onderhouden en kunnen laten floreren. We weten uit onderzoeken en gewoon uit jouw eigen persoonlijke leven of hoe je het leven ervaart, dat relaties cruciaal zijn voor een gelukkig leven. De top 5 boeken die ik hier aan jou geef zijn de boeken waar ik zou beginnen. Dit legt namelijk een belangrijk fundament waarop je wellicht andere boeken nog zou kunnen lezen, die je dan in het perspectief van dit stevige fundament over liefde en relaties kunt plaatsen. Want je moet begrijpen dat elk boek voor iedereen anders is. Want ik lees een boek vanuit mijn referentiekader en de kennis die ik al heb, en ik plaats alles wat in dat boek staat in de context van wat er al in mijn brein zit. En de boeken die ik je hier ga geven, leggen het fundament voor een gezonde blik op liefde, relaties en daten. En dat gaat jou direct verder helpen in de liefde. En alles wat je hierna nog leert uit boeken, YouTube-filmpjes, als je geabonneerd bent op dit kanaal, of gewoon de dingen die je in je eigen leven meemaakt, kun je nu veel makkelijker in perspectief plaatsen door de kennis die ik je ga geven in deze video's, die je ook kunt halen uit de boeken. Genoeg gepraat, daar gaan we. Esther Perel, Mating in Captivity. In het Nederlands dus erotische intelligentie. Esther Perel is een van mijn persoonlijke heldinnen. Ze kan de liefde plaatsen in een perspectief die mensen niet alleen verder helpt, maar het is ook een genot om het te lezen. Het is literaire kunst die zij gebruikt om mensen verder te helpen in hun liefdesleven. En ik zal je kort vertellen waar dit boek over gaat. De achterkant van het boek staat. In Erotische Intelligentie laat Esther Perel zien dat het verlangen naar een gelijkwaardige, vaste relatie en een opwindend seksleven niet op gespannen voet hoeven te staan. Voor de oplossing van de schijnbare paradox tussen liefde en lust put ze uit haar rijke ervaring als psychotherapeut. Een vaste relatie geeft zekerheid, maar hoe houd je het spannend? De meeste mensen zoeken zekerheid in hun relatie. Ze willen een betrouwbare, monogame partner die ze door en door kennen. Maar een intieme en gelijkwaardige relatie leidt niet noodzakelijk tot een goed seksleven. En juist het ontbreken van erotiek kan een relatie onder druk zetten. Dat is wat op de achterkant van het boek staat. En ik geef je bij elk boek het grootste inzicht wat je uit dat boek wil halen, wat je nu al direct verder gaat helpen. En bij het boek Erotische Intelligentie is dit het grootste inzicht. Liefde en passie zijn twee uitersten die je actief in balans moet houden. Liefde wil zekerheid en passie wil juist losbreken. Liefde is eng. We weten allemaal dat het pijn doet wanneer ons hart gebroken wordt. Dus bouwen we allemaal gewoontes en patronen in in onze relatie en hebben we de dingen graag voorspelbaar zodat we weten waar we aan toe zijn. Te veel onzekerheid in een relatie veroorzaakt te veel chaos en zorgt ervoor dat we heel angstig worden. We willen geen emotionele pijn, we willen onze partner niet verliezen, noem maar op. Dus het is belangrijk dat die zekerheid er ook is. Maar tegelijkertijd willen we ook onzekerheid en een klein beetje chaos, een klein beetje onvoorspelbaarheid. Want passie, erotiek, draait voor een groot gedeelte over ons voorstellingsvermogen, het verlangen naar iets. Wat je hartje begeert, wat je graag wil hebben. Die spanning die je daarbij kan ervaren. Maar wanneer je te veel zekerheid hebt, verlies je dus op het gebied van passie. Daar lever je heel veel in. En wanneer je te veel gaat verliezen op het gebied van passie, is het alsof je een stukje van jouw eigen persoonlijkheid verliest. Iedereen heeft een erotische kant. En wanneer jij als broer en zus gaat samenleven omdat je te veel zekerheid in een relatie hebt gebouwd. Dan verlies je die delen van jouw persoonlijkheid die juist om erotiek draaien, en is het eigenlijk alsof je niet meer helemaal jezelf bent. En dit is een groot probleem in lange termijn's relaties die monogaam zijn, omdat je dan vaak ziet dat mensen bijvoorbeeld niet meer die spanning en passie ervaren bij hun partner en dan een nieuw persoon tegenkomen op werk of ergens anders. Waar ze die flirterige energie mee ervaren en opeens merken ze van wauw, bij deze persoon. Voel ik me helemaal levendig en voel ik een bepaalde energie die ik in mijn relatie niet meer heb. En direct gaan ze twijfelen aan de relatie: van hm, als ik dit bij deze persoon voel, is mijn partner dan wel de juiste voor mij? Is de sleur er niet gewoon te veel ingekomen en moet ik hier een einde aan maken en met deze persoon verder gaan? Want oh, deze persoon was eigenlijk veel beter bij mij. Terwijl. Het feit dat jij meer voelt bij een ander niet per se betekent dat jouw partner niet goed bij jou past. Het betekent alleen dat je waarschijnlijk te veel aan de zekerheidskant bent gaan zitten en ingeleverd hebt op passie. En dit boek kan jou helpen om die twee gigantische krachtsvelden in balans te houden, zodat je jouw langetermijnsrelatie kan laten floreren en kunt voorkomen dat jullie als een broer en zus gaan samenleven. En dit zorgt er dus ook voor dat de kans op vreemdgaan veel kleiner wordt. Maar daar heb ik straks nog een boek over. Dus blijf zeker kijken tot het einde van deze video als je wilt weten hoe je kunt voorkomen dat jouw partner vreemd gaat. Verslaafd aan liefde van Jan Geurts. Op de achterkant van zijn boek beschrijft Jan Geurts dit. In verslaafd aan liefde toont Jan Geurts dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelfafwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts. Het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning. En aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of misschien nog erger, verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk. Ja, Jan Geurts, dat heb je mooi gezegd. Dit is een wat spiritueler boek. Jan Geurts praat veel over dingen zoals het ego, bewustzijn, en veel dingen over dingen zoals meditatie. Weten wat er in jou omgaat. Niet fuseren met je gedachten. Weten wat voor patronen bij jou spelen. En het is een hele mooie aanvulling op het vorige boek Erotische Intelligentie. Omdat Jean Geerts relaties en liefde weer van een andere kant benadert. En hoe meer perspectieven over liefde jij tot jou neemt. Hoe beter en completer jouw beeld van de liefde is. Dan gaan we nu naar het grootste inzicht. Doordat je jezelf afwijst. ben je afhankelijk van de goedkeuring, aandacht en liefde van Iemand anders om je goed te kunnen voelen. Wat ik vaak zie is dat mensen een oud verhaal met zich meedragen. Een oud verhaal dat gebaseerd is op negatieve patronen uit het verleden. Dingen die ze hebben ervaren toen ze klein waren in hun jeugd in de relatie tot hun ouders, of schade die ze hebben opgelopen in eerdere relaties. En hierdoor hebben ze een laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, lage eigenwaarde. En omdat ze zich dan niet helemaal zeker voelen in hun liefde. Denken ze dat de juiste partner hun problemen gaat oplossen? Dat ze zich dan opeens wel goed voelen over zichzelf door de liefde van iemand anders? Dit werkt niet. Keer op keer zie ik mensen die dit pad bewandelen, die teleurgesteld, gefrustreerd en soms nog meer geschaad terugkomen uit zo'n relatie en denken: shit, liefde is gewoon niet voor mij weggelegd. Wat John Gertz heel mooi duidelijk maakt in zijn boek, is dat je die zelfafwijzing. Eerst volledig beeld helen. Blij zijn met jezelf, aan je zelfbeeld werken, die patronen doorhebben. En dat je dan juist heel vrij komt te staan in de liefde. En die liefde van de ander niet meer nodig hebt om je goed te voelen over jezelf. Maar het is een soort kerst op de taart van jouw al prachtige leven. Gigantisch belangrijk als jij succesvol wil zijn in de liefde. Verbonden van. Amir Levier en Rachel Heller. <laughs> Hoogstwaarschijnlijk spreek je hun namen niet zo uit. Maar ik vond het wel mooi klinken. Op de achterkant van het boek staat. In Verbonden laten zij zien hoe het begrijpen van je hechtingsstijl. en die van je toekomstige partner. kan helpen een goede relatie te krijgen en te behouden. Zij onderscheiden drie hechtingsstijlen: angstig. Houdt mijn partner wel genoeg van mij? Vermijdend. Intimiteit betekent het verlies van onafhankelijkheid. Brr. En veilig. Geen moeite met intimiteit en van nature warm en liefdevol. Ja, het is een ontzettend mooi wetenschappelijk onderbouwd boek over jouw hechtingsstijl. En jouw hechtingsstijl is cruciaal voor jouw relaties. Dit bepaalt of jij heel angstig bent in het contact met mensen. Of juist heel vermijdend bent in het contact met mensen. Of... Dat je in een gelijkwaardige, liefdevolle relatie aan kan gaan. En het bepaalt ook wat voor partners jij aantrekt. Wanneer jij bijvoorbeeld onveilig gehecht bent en aan de angstige kant zit, dan is er een grotere kans dat jij een vermijdend gehechte partner gaat aantrekken, omdat die partner een wegtrekkende beweging maakt en daardoor jouw hechtingsysteem geactiveerd wordt, omdat het overprikkelbaar is. Waardoor je die partner nog liever wilt hebben en alleen maar aan die persoon kunt denken en heel obsessief gaat zijn. En je zou verliest in dat contact. Terwijl een veilige hechtpersoon die diezelfde boodschappen zou krijgen van een vermijdend persoon, zou denken van oh, wacht even. Maar uh, zo zijn we niet getrouwd. Zijn we zijn überhaupt trouwens nog niet getrouwd. Maar op deze manier gaan we ook niet trouwen. Want jij kan mij niet de liefde geven zoals ik dat nodig heb. Dus die kunnen dat duidelijker aangeven, grenzen stellen. En wanneer de andere persoon daar niet aan kan voldoen, dan filteren ze zo'n persoon en gaan ze verder met iemand die hen wel de liefde kan geven die ze nodig hebben. En zo zie je dat er dus ook dynamieken zijn tussen verschillende hechtingsstijlen die jou gigantisch belemmeren in de liefde. Goed, op naar het grootste inzicht. Voor een succesvolle relatie op de lange termijn heb je een veilige basis nodig. Iemand die veilig gehecht is, is niet te angstig en ook niet te vermijdend, maar zit in het veilige midden. Tuurlijk, ze kunnen af en toe een beetje angst hebben of een klein beetje iets vermijden in hun leven, dat doen we allemaal. Maar over het algemeen zorgen ze voor een veilige basis in het contact en zijn ze in staat een liefdevolle relatie aan te gaan. Het goede nieuws is dat je jouw hechtingsstijl kunt veranderen door de juiste coaching, met de juiste oefeningen aan de slag te gaan, de juiste therapieën, zodat jij ook in jouw contacten een veilige basis kunt creëren. Waardoor je niet meer in die giftige dynamieken valt tussen angstig en vermijdend gehechte mensen, maar juist de liefde kunt ervaren in een kalme, prachtige staat en een succesvolle langetermijnsrelatie aan kunt gaan. Liefdesbang van Hanna Kuppen. Ja, als we het over hechtingstijlen hebben en de dynamiek tussen iemand die angstig en vermijdend gehecht is, dan moeten we natuurlijk Hanna Kuppen bespreken. Hanne Kuppe schrijft op de achterkant van haar boek. Wil je graag een relatie, maar trekt de ander zich steeds terug? Word je keer op keer verliefd op iemand die al een partner heeft? Of heb je juist zelf de neiging de ander op afstand te houden, net als die voor jou wil kiezen? Als je steeds opnieuw belandt in dit soort situaties, herken jij je misschien in de dans van verlatingsangst en bindingsangst. Je bent niet de enige. Het fundamentele conflict tussen onze behoefte aan intimiteit enerzijds en de behoefte aan vrijheid anderzijds zorgt voor dit spel van achtervolgen en weglopen, van aantrekken en afstoten. Het houdt ons gevangen in afhankelijkheidsrelaties. Ja, dankjewel Hannah Kuppen. Dit boek is een boek wat vooral zit op de herkenning voor veel mensen. Mensen die zich nog niet, nog niet bewust zijn... Van deze dans tussen verlatingsangst en bindingsangst kunnen heel veel aan dit boek hebben om voor het eerst echt te zien dat hoe zij in de liefde staan een beetje giftig is voor zichzelf, voor de ander en voor de relatie tussen die twee personen. En dit boek beschrijft op een hele herkenbare manier voor mensen die aan de verlatingsangst of bindingsangst kan zitten wat de problemen zijn die zij zelf ook ervaren. En wanneer je bewustzijn hebt, kun je eraan werken. En me brengt bij het grootste inzicht. Word bewust van jouw verwonding, zodat je kunt helen. Hannah laat heel goed zien in dit boek dat verlatingsangst en bindingsangst voortkomen uit jouw verleden. En het antwoord ligt ook in het helen en het verwerken wat er in jouw verleden is gebeurd, zodat je met de verdedigingsmechanismen die jij hebt aangeleerd om jezelf te beschermen tegen teleurstellingen in de liefde, of juist jezelf vast te klampen om liefde niet te verliezen, dat je die kunt Loslaten. En dat is het grootste inzicht wat je gaat krijgen uit dit boek: dat er dingen zijn gebeurd waardoor jouw bindingsangst of verlatingsangst geactiveerd zijn en dat je dat ook weer kunt on on ontleren. Zo. <laughs> ja, zodat je dat dus kunt ontleren. We zijn weer terug, ik liep even vast en we gaan door naar het laatste boek op de lijst. Liefde in verhouding, oftewel de state of affairs van Esther Perel. Esther Perel, mijn persoonlijke heldin, tuurlijk, jij mag twee keer in mijn top 5 zitten. Alsjeblieft. En de reden dat ik sommige boeken in het Engels heb, mocht je dat afvragen, niet in het Nederlands, is omdat het de allergrootste goeroes, waar ik Esther Perel onderschouw, het liefst in hun eigen taal of de oorspronkelijke taal waarin zij schreven. Esther Perel is niet van oorsprong native English speaker, maar ze woonde wel heel lang in New York. Het is Vlaams officieel. Ik wil in ieder geval hun boeken het liefst tot mij nemen in de oorspronkelijke taal. Dus Nederlandse schrijvers lees ik het, le het liefst in het Nederlands. Engelstalige schrijvers het liefst in het Engels, zodat ik de informatie zo goed mogelijk meekrijg. Het helpt daarnaast ook om het wanneer je Engels niet zo sterk is om het gewoon in het Nederlands te lezen. Nederlandse vertalingen zijn over het algemeen gewoon echt top. Maar uh, vandaar dat ik sommige boeken in het Engels lees. En dit boek is een cruciaal boek als jij wellicht. Een beetje zorgen maakt dat je partner ooit bij jou vreemd gaat. Waarom dat zou gebeuren en hoe je het kunt voorkomen. Maar ook wanneer jij nu door een relatiecrisis heen gaat, omdat een van jullie is vreemd gegaan. Esther Perel beschrijft heel mooi in dit boek wat de dynamieken zijn die hiervoor zorgen en wat je kunt doen om over zo'n crisis heen te komen en bij elkaar te blijven. Oké, okay, wat heeft Esther Perel dan zelf geschreven over dit boek? Nou, dat ga ik voor je voorlezen, maar wel in het Nederlands en niet in het Engels van de achterkant van dit boek, omdat dit een Nederlands YouTube-kanaal is. Daar gaan we. De afgelopen tien jaar heeft Esther Perel de wereld rondgereisd en honderden koppels geïnterviewd die te maken kregen met ontrouw in hun relatie. In liefde, in verhouding probeert ze antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom bedriegen gelukkige mensen elkaar? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En wanneer we het over overspel hebben, wat bedoelen we dan precies? Betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Affaires kunnen volgens Essper wel veel leren over relaties. Ze bieden een waardevol inzicht in onze denkbeelden over liefde, lust en verbondenheid. Met de juiste houding kunnen stellen, of ze nu samen blijven of uit elkaar gaan, zelfs groeien door deze ervaringen. In liefde in verhouding geeft Perel een heldere en gedurfde nieuwe kijk op relaties, trouw en verlangen. Prachtig. Dan gaan we nu door naar het grootste inzicht. Elke relatie heeft een crisis. Als je de psychologie begrijpt, heb je de grootste kans om die crisis te overwinnen. Als jij te maken hebt met een partner die vreemd is gegaan, of jij bent de persoon die vreemd is gegaan, maar jullie besluiten dat jullie deze crisis willen overwinnen, lees dan dit boek. Dit boek. Gaat je exact de handvatten, geven de juiste inzichten, de principes, de tools om die crisis te overwinnen en samen hier sterker uit te komen. Want vreemdgaan betekent niet per se dat je niet van de ander houdt of dat de relatie gelijk niks voorstelde. Iedereen heeft zwakke momenten en maakt fouten. Mensen verdienen soms een tweede kans. Niet altijd. Zeker niet. Het is ook niet dat ik vreemdgaan nu goed praat, alsof het iets is van nee, ja, ja, je moet die ander maar gewoon vergeven. Dit is een beslissing die je zelf moet maken, maar laat je niks wijsmaken door mensen die roepen dat een vreemdgaander altijd een vreemdgaander is, dat je iemand geen tweede kans moet geven, noem maar op. Meestal, als ik mensen zulke superstellige meningen zie geven, zonder enkele nuance, alsof het harde regels zijn die altijd gelden in het leven, zijn ze zelf zo star dat ze blind zijn voor de dingen die ze zelf ook anders kunnen doen. Dus kijk goed naar wat jouw waarheid is en hoe jij in deze relatie staat. En dit boek gaat je helpen om die uitdagingen, die crisis te overwinnen en wellicht jouw relatie juist alleen maar sterker te maken. Oké, okay, dit waren de top 5 boeken die ik je zou aanraden wanneer jij een expert in de liefde wil worden. Mocht je nu meer van dit soort lijstjes willen, over bijvoorbeeld verschillende podcasts die ik zou aanraden, of nog meer boeken, misschien zelfs over zelfontwikkeling of andere dingen over mannen, daten en relaties, laat het me dan weten hieronder in de reacties. Want er is een schatkamer aan informatie die we hier bij Mannenbrein hebben. En die deel ik graag met jullie als dit jullie verder gaat brengen in de liefde. En ervoor gaat zorgen dat jullie mooie liefdevolle relaties kunnen aangaan. Abonneer natuurlijk op dit kanaal om geen enkele video te hoeven missen. En mocht je dus zelf nog input hebben voor video's onderwerpen waar je graag mij over wilt spreken of wat mijn visie daarop is of dingen waar je bij geholpen wil worden, laat het me dan weten hieronder in de reacties. Ik lees alle reacties. Ik reageer op alle reacties. En wellicht zie je jouw vraag terug in een volgende video. Net zoals Sanne. De dame die ik niet ken, maar die mij gewoon een mailtje stuurde over het internet. Haar vraag beantwoord zag worden in deze video. Dat was hem voor nu. Lees de boeken die jij interessant vindt. Blijf aan jezelf werken. Weet dat een liefdevolle relatie mogelijk is en dat liefde een vaardigheid is die je kunt ontwikkelen. Ik zie je in de volgende video. Bye bye.